Dat heeft onze eeuw in gedaan, hè, meisje? Jij, ons prinsesje, heeft dat gedaan, hè? Nou, daar hebben we Gandalf weer. He, die wil weer binnenkomen, die vond het buiten te koud. En die denkt, hé, ik ga maar weer eens zien dat ik nog wat eten kan bieden. Ja, goedemorgen lieve vrienden, zeker bijna goedemiddag. Het leven gaat weer door, ook zonder mijn vrouwtje. Ja, ik heb heel veel verdriet dat hij er nou ook niet meer is en dat hij naar zijn baasje toe is. Dat er gaat geen jaar voorbij bij mij of er gaat wel iemand, een vriendin. Ja, het was de crematie van mijn vriendin en vrolijk kon ik in laten slapen. Ik krijg hem wel weer thuis. Gelukkig wel. Jan van Dam is nou onderweg om naar mij toe te komen. Ik ga niet naar de Sinterklaasintocht, dus dat mijn hele hoofd niet naar. En ik hoop ook op jullie begrip hiervoor. En ja, de bank is leeg. Helemaal leeg. Geen vrouwtje meer. Die me tegemoet komt met een kwispelend staartje. En helemaal blij is. Nee. Maar ja, het leven gaat door, weet je. En het verdriet, ja, dat gaat wel weer over terzijde tijd. Tenminste, ja, je blijft, ja, ik weet niet. Het is net zoals met mijn man, weet je. Het is op en neer. En nou is hij bij mijn man en daar ben ik blij mee dat hij nou geen pijn meer heeft. Want hij verging van de pijn. Ja, hij verging van de pijn. Hij heeft het uitgeschreeuwd. En wat hij nou had? Ja, ik weet niet hoe het allemaal in dokterstermen heet. Maar zijn ruggenmerg, dat brokkelde af. En daardoor had hij verlammingsverschijnselen. En dat zou alleen nog maar erger en erger gaan worden. Zodat hij helemaal met zijn achterkant niet meer had kunnen lopen of wat dan ook. Ook had ik de kans gehad dat hij zijn ontlasting had gaan laten lopen en zijn urine ook. Dat heb ik hem bespaard en mezelf ook. Hij verging al van de pijn, maar hij was een doorzetter. Dus je hoorde hem niet, dan enkel gisterochtend. Nou, vreselijk, ging me door merg en been dat hij bleef blaffen en bleef doen. Hij wist zelf niet wat hij moest doen. Hij gleed iedere keer uit met zijn kontje, met zijn poten. Hij stond met zijn achterpootje, stond hij wijd uit van ik moet niet vallen. Zo stond hij ook te eten. Maar denk je daaraan? Nee. Je denkt daar niet aan, want hij had ook last van zijn ene oor. Van één oor, de andere oor had ik schoon gekregen, want die andere oor lukte me niet. En daar had hij ook last van en dat duwde hij tegen. Want hij kwam ook tegenwoordig weer bij me met zijn pootjes om mijn nek heen. En dan drukte hij zijn kopje gewoon tegen mijn nek aan deze kant. Met die zere oor, nou. Vreselijk. Maar aan de ene kant, ik ben blij dat mijn beestje geen lijdensweg heeft gekregen. En ik heb van een vriendin een heel mooi gedicht gekregen. En ik probeer die voor te lezen. Die heb ik op Wat is App staan. Staat er nog voor, zal ik je vertellen. Ik heb hem uitgegoten en het is heel slecht te lezen, dus sorry als ik wat fout doe. Mijn allerliefste baasje, als ik straks oud ben, ziek en zwak en mijn pijn verjaagt de slaap, als onrust neemt van mijn bezit, doe dan wat onvermijdelijk is en laat me gaan. Beslis voor mij en wees niet laf. Past eigenliefde bij de vriendschap die ik gaf? Of uitstel tot het beter past bij een verloren strijd? Ik ben niet bang tijdens de laatste gang. Jij loopt niet weg, je kijkt me aan. Je noemt me bij mijn naam en houdt me stevig vast. Vandaag, voor het laatst, groet ik je met mijn hondenstaart, heeft hij gedaan, ja. Wat jij liet doen, deed je voor mij. Je hebt me nog meer pijn bespaard.
voor zinloos lijden mij bewaart. Een zwaar besluit, ja en of, een wijs besluit, dat werd gegrond op een oud en uniek verbond. Jij bent mijn baas en ik jouw hond. Ja, nou, dat wou ik eventjes met jullie meedelen, ja. En dat doet ook zo pijn. Maar ja, hij is nog mijn baasje. Oh, het is wat. Ja. Nou ja, sorry hoor. Ik ben wie ik ben en als ik tranen erom laat, laat ik mijn tranen gaan. .nl, ja. Dat, nou, maar ik zal opschieten met de kind. Een berg afwas. Ben ik niet, dat zou ik gisteren gedaan hebben. Maar nou is er nog meer. Zo doen ze hondenbakjes. Ze eten ze bakje. Dit was een drinken ze bak. Eten ze bak. Nou ja, dat pannetje gebruik ik altijd. Dat is het pannetje waar ik eten in klaarmaakte. Ook voor de poezenbeestjes. En dan kreeg Frodo zijn natvoer erin. Maar ja, dat moet ik allemaal doen. Ik moet de bank eigenlijk nog stofzuigen. Die ik gisteravond laat met een hondenborstel gedaan. En dus ja. Dat, ik moet mijn leven weer oppakken. Want het is ieder jaar hetzelfde. Ieder jaar gaat er wel iemand die je dierbaar is. Is het niet je hondenkindje of je poezekindje? Is het wel je man of vriendin of wat dan ook? Kijk, die zit lekker te eten. Hey, Win. Ja. Die zit lekker te eten. Kandel zit achter de deur. En dan ben je zelf nog steeds koesterig en half. Maar ja, oké. We herpakken ons. En we gaan weer door. Zo zeg ik, lieve vrienden, ik, als Jan komt, ja, dan vlog ik natuurlijk ook weer. Probeer ik weer. We moeten het gewoon weer even op zien te pakken. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Nou, daar zit Ewin op Frodo's plekje. Waar Frodo altijd lag. Ja, Frodo was natuurlijk vele malen groter dan dat Ewin is. Ik heb hem helemaal afgezogen, de bank. Slond altijd weer netjes geschoon. De vloerhek gedeeltelijk gezogen, maar toen kon ik niet meer. Ik denk, ik hou ermee op. Anders ben ik straks helemaal kapot. Ik denk, dat moet maar niet. Ja, speelgoed van de poezenbeestjes natuurlijk op de grond. Dat moet wel altijd, hè. Ze moeten toch wat te doen hebben. Dus ja. Enkel ligt alweer één balletje onder de kast. Want dat heeft onze Ewin gedaan, hè, meisje? Jij. Ons prinsesje heeft dat gedaan, hè. Zat een balletje aan haar pootje. En dat... Ja, dat schoot zo los onder de kast door. Ja. Hé? Meisje. Och, wat is die dikke doosje. Ja. Wijfie toch. Nou, ik kan al of is net naar buiten. En dan wil ik andere week aan Jack van Sfeere Loof vragen of die die tuin even om kan spitten. Ja, ik weet het anders ook niet. De tuin moet gewoon weer aangepakt worden. En Kandolf die is de hart op. Ja, en ik ga nou niet omdraaien. Want ik heb hem nou op Eeuwen gericht, et cetera. Dus de wacht is op Janneman. Die moet daar vandaan komen, dus ja. En dan vlog ik wel weer eventjes. Dus even voorkijken. Er valt niet veel te doen. Ja, ook hier hadden we natuurlijk een Sinterklaas op tocht. Maar ja, ik ben niet gegaan. Ik had het wel met andere dingen een hoop te doen. Dus ja, zo heb je heel veel te doen en zo heb je niks te doen. Ja, ik had een heleboel te doen, want het moest gewoon schoon. Nou, en ik heb zo'n hekel aan echte planten. Ik heb geen planten. Ja, ik weet niet hoe ik het over moet potten. Ik heb er geen verstand van. Ik heb geen groene vingers. Dat, ja, waarom ze dan met echte planten aankomen zeilen, ik weet het niet. Maar oké.
Ik heb een zijde, zoals dit. Kun je tenminste van alles en nog wat doen. Dan hebben we één keer in de zoveel tijd even een douche nodig of een zachte regenbui in de zomer. En is klaar. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zeg het later. Nou, daar hebben we Kandalf weer. He, die wil weer binnenkomen, die vond het buiten te koud. En die denkt, hey, ik ga maar weer eens zien dat ik nog wat eten kan bieden. Nou, dat stond er nog. Maar ja, ik had jullie ook verteld dat Jan van Damme onderweg was. En jawel, daar is Jan. Hallo Jan. Hallo Carina. En de rest. En de rest. Nou okay. Ja, de rest. Het wordt wel minder hier. Ja, het wordt steeds minder hier. Ja. Helaas. En nou, dat Frodoweg is ligt eeuwen op zijn plekje. Ja. En dus, maar hoe was je reis? Verder goed hoor. Mooi. En dan lekker aan de koffie. En een bounty. Nou ja, dat is een melkbakkie. Ja. Vieze zweepsop. Ja. Ik heb zwart. Zwart kijken. Nou, en dan een lekkere bounty erbij, hè. Zoals normaal. Ja, ja. Nou, dan gaan we proberen er een fijne middag ervan te maken. Ja. En nog even mijn vlog verder voor jullie aan het maken. Dus ja, dat moet ook nog even klaar. Die moet vandaag nog naar YouTube. En dan komt die morgen online. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb Jan daarnet gedag gezegd en een goede reis gewenst. Hij is net de deur uit. En het was een middag met een lach en een traan, wat logisch is. Want Jan, ja, die kon Frodo natuurlijk ook heel erg goed. En het was ook zijn maatje. Als Jan hier ook kwam, dan was Frodo ook altijd heel erg blij met een kwispelend staartje. En eventjes janken uit blijdschap van, hé, hey, ben je er weer, weet je wel. Maar ja, ik ben back en back af, want ik hoest maar zowat aan één stuk door. Af en toe is het even rustig en dan begint het weer. Ik ga lekker onderuit hangen. Ik ga lekker mijn pyjama alvast aandoen. Dan hoeft dat niet meer. Mijn make-up verwijderen hoeft dat ook niet meer. En ik ga lekker televisie kijken. Ja, straks dan krijg je iets met de kinderen weer en dat wil ik graag zien. Dus ja, en Facebook en alles dat kan me gestolen worden vandaag. Ja. Ja, meisje. Oh ja, dan kom maar. Kom dan. Kom maar. Oh ja. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Hé. Hey. Kom dan, wijfje. Hé. Hey. Zo lief hoopje. Vrouwtje prinsesje. Oeh, dat willen we niet, zeg maar. Nee, oeh, je zit vast aan mijn trui. Oepsie. Zo, klaar. Hé? Hey? Ja. Wel aanhalen, hè? Ja. Ja. Nee? Ja, ik. Ze moeten eigenlijk nageltjes geknipt worden, maar dat durf ik zelf niet. En dat deed mijn man dus vroeger allemaal wel, hè? Bij alle dieren waar het bij moest. En, ik durf dat niet. Ik ben bang dat ik in het leven knip. En, er zijn heel veel mensen die dat wel durven of die het niet durven. Nou. Ik zeg, het slijt wel af door het nageltjes scherp aan de krabpaal. Hé? Ja. Ze moeten een nieuwe krabpaal, ook dat nog. Ja, want deze gaat echt kapot, hè? Ja, die is ook tweedehands. Die heb ik jaren geleden ooit gekregen. Ja, hè? Ja, die hebben we gekregen, hè? Ja. Dat er is een soort met glijbaantje bij en dat touw wat daarop vastgeplakt is, dat laat los, die touwmat. Dus, maar ja, oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik wens jullie mooie dromen. Ik hoop dat ik zelf slapen kan en dat ik een goede nachtrust mag draaien. Morgen komt Astrid, dus ja, morgen vlog ik gewoon niet. Nee, simpel. Gewoon weer even een dagje overslaan. Ja, maakt ook niet uit.
En ik zou zeggen, geniet van jullie dag morgen en God zegen. En we komen dan wel later een keertje weer retour. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei.